Yes, leuk dat je kijkt. Mijn naam is Max en welkom bij weer een nieuwe video. Zoals je waarschijnlijk aan de titel hebt gezien, is het een iets andere video dan normaal. Want ik wil het ergens over gaan hebben, namelijk over intermittent fasting. Ik heb het afgelopen jaar best wel vaak vragen gekregen over intermittent fasting. En die vragen gingen eigenlijk van wat is intermittent fasting tot aan wanneer moet je het doen, hoe moet je het doen. Dus ik dacht, ik ga gewoon één video maken waarin ik je alles ga uitleggen over intermittent fasting. En na het kijken van deze video kun je precies voor jezelf bepalen of je intermittent fasting moet doen, dus of het iets voor jou is, of niet. Allereerst, wat is intermittent fasting? Intermittent fasting houdt eigenlijk in dat je al je maaltijden binnen een bepaald tijdsframe eet. En dat is natuurlijk op zich niet zo heel raar, want je eet altijd maaltijden binnen een bepaald tijdsframe. Alleen het idee met intermittent fasting is dat je het grootste gedeelte van de dag dat je gaat vasten. En dat je dus de maaltijden die je eet, maar binnen een wat kleiner tijdsframe eet dan normaal. Bijvoorbeeld een tijdsframe van 8 uur. Dus dat betekent dat je dan 16 uur van die dag dat je aan het vasten bent. Dus het grootste gedeelte van de dag ben je aan het vasten. En het gaat dan alleen om eten. Drinken kan je wel gewoon doen tijdens intermittent fasting. En een tijdsframe van 8 uur is een voorbeeld. Dat kan ook gewoon korter of langer. Maar dat is er gewoon een die je vaak voorbij hoort komen. Maar waarom zou jij moeten beginnen met intermittent fasting? En wat is daar precies het nut van? Nou, dat ga ik je nu gelijk uitleggen. Kijk, intermittent fasting wordt vaak gebruikt tijdens het afvallen. Tijdens het droog trainen. Dat heb ik zelf ook 12 weken lang gedaan ongeveer. Als je aan het afvallen bent, heb je maar een bepaald aantal calorieën om mee te werken. Ik had bijvoorbeeld maar 2500 calorieën. Maar de meeste mensen, als ze vet willen verliezen, zullen nog minder moeten eten dan dat. Maar wat heel veel mensen doen, is die staan bijvoorbeeld om 7 uur 's ochtends staan ze op. En omdat vroeger natuurlijk is verteld van joh, ontbijt is het belangrijkste van de dag en dat moet je echt niet skippen. Waarom dat onzin is, ga ik je zo uitleggen. Maar omdat het ja, zo is verteld vroeger, zijn heel veel mensen als ze wakker worden gelijk geneigd om te gaan eten. Maar beeld je even in, jij wordt 's ochtends om 7 uur wakker. Je hebt bijvoorbeeld maar 2000 calorieën om mee te werken, ik noem maar wat. Jij wordt 's ochtends om 7 uur wakker, 's ochtends om 8 uur ga jij gelijk al ontbijten. Sommigen zelfs nog eerder. Dan ga je de hele dag werken, maar als je 's avonds thuis komt, na het avondeten en je ligt de hele avond op de bank tv te kijken, dan wil je ook nog wat gaan eten, toch? Maar als jij maar 2000 calorieën hebt om mee te werken en je begint 's ochtends om 8 uur begin je met eten en 's avonds om 10 uur wil je ook nog eten, dat betekent dus dat je 14 uur lang wilt gaan eten, maar je hebt maar 2000 calorieën. Dus dat betekent of dat jij echt hele kleine maaltijden moet gaan eten, wat bijna niet te doen is als je in zo'n groot tijdsbestek gaat eten. Of er zit heel lang tussen elke maaltijd. Snap je dat je een maaltijd eet, dan weer 4 uur moet wachten, dan weer een maaltijd eet, dan weer 4 uur moet wachten. Ik kan je nu al vertellen, dat schiet niet op. Je gaat dan namelijk veel te veel trek krijgen, want hoe je lichaam zeg maar werkt, op het moment dat jij je lichaam iets van eten geeft, ga je daarna weer veel sneller trek krijgen. Dus eigenlijk, heel makkelijk gezegd, wat intermittent fasting inhoudt, is gewoon zo lang mogelijk wachten met het eten van je eerste maaltijd. Het is eigenlijk gewoon je ontbijt uitstellen. Want wat ik zeg, op het moment dat jij eenmaal begint met eten, ga je weer sneller trek krijgen. Terwijl als jij dus gewoon wacht met eten, dan die eerste paar uur van de dag zul je merken dat je toch niet zo heel veel trek krijgt. Alleen als je net begint met intermittent fasting, zal je dat waarschijnlijk een beetje ervaren. Maar dat is meer omdat je gewoon gewend bent jouw lichaam al vroeg eten te geven. Dus dat zal de eerste paar dagen een beetje wennen zijn en daarna gaat dat ook gewoon makkelijk. Dus een voordeel van intermittent fasting als je aan het droog trainen bent, is dat je gewoon minder tijd hebt om te eten. Dus stel, je wordt om 7 uur wakker en je hebt zoiets van oké, 's avonds om 9 uur als ik op de bank lig, dan wil ik ook nog gewoon eten. Nou, als je dat weet en je wordt om 7 uur wakker, wat ik dan zou aanraden om te doen, is dus gewoon de eerste paar uur wachten met eten. Ga om 12, desnoods pas om 1 uur 's middags beginnen met eten. En dan denk je nu van joh, ik moet toch ontbijten, want anders functioneer ik niet. Dat is onzin. Zoals ik net al zei, vroeger werd verteld van joh, ontbijt is het belangrijkste van de dag. Maar er zijn weet ik hoeveel studies die hebben aangewezen dat het juist niet zo is. En je helemaal niet gelijk eten nodig hebt. Sterker nog, het is sowieso goed voor je lichaam om langere periode geen eten in het lichaam te hebben. Omdat je lichaam dan gewoon de tijd krijgt om zichzelf een beetje te zuiveren, zeg maar. En daarnaast, er zijn ook meerdere onderzoeken die hebben aangetoond. En dat heb ik zelf ook ondervonden, want ik heb zelf ook heel lang intermittent fasting gedaan. Dat op het moment dat jij nog niet hebt gegeten, dat je gewoon wat scherper bent en wat meer focus hebt. Ik merk het ook. Tijdens het droog trainen deed ik bijvoorbeeld heel lang intermittent fasting. Dus toen stond ik vaak om 7:30, 8 op en begon ik echt pas om 1 uur met eten. Nu doe ik het niet meer zo erg, maar ik sta nu nog steeds elke dag tussen 7:30, 8 op. En mijn eerste maaltijd is ook pas rond 10:30, 11. Dus de eerste 3 uur van mijn dag vast ik sowieso. Omdat ik dus heb gemerkt dat ik gewoon wat scherper ben en een betere focus heb. En
Wat ik daarnaast dan wel doe op het moment dat ik aan het vasten ben. En wat ik dus ook zou doen als ik jou was als je gaat vasten. Want dat helpt namelijk en tegen de trek. En het is gewoon goed voor je, is drink gewoon genoeg water. Wat ik sowieso doe is als ik 's ochtends wakker word, gelijk 2 glazen water drinken. Dus dan heb ik al 1,5 liter naar binnen. En dan na ongeveer 1 uur, 1,5 uur drink ik er nog 2. Zodat ik binnen 1,5 uur als ik wakker ben, al 1 liter water op heb. Punt 1, genoeg water drinken is heel goed, zeker door de dag heen. Zoals je dat 's ochtends al doet, heb je al gelijk 1 liter naar binnen. Punt 2, water drinken helpt tegen de trek. En wat ik dan verder altijd nog drink 's ochtends is, voordat ik mijn eerste maaltijd heb ik wel al 2 koffie op. Ook dat helpt tegen de trek, omdat je dan nog in ieder geval iets van smaak binnen hebt. Mocht er geen hele erg koffieliefhebber zijn, drink dan gewoon thee. Thee helpt ook. Ik drink persoonlijk koffie, omdat ik cafeïne ook wel gewoon lekker vind, zeg maar. Maar wat ik zeg, ben je geen koffieliefhebber, drink gewoon thee. Ook daar zit een smaakje aan, het is warm. Je drinkt het wat langzamer dan een glas water. Dus ook dat kan je helpen tegen trek. Dus kortom, wanneer zou jij intermittent fasting moeten gaan doen? Ik zou het aanraden om te doen als je maar een bepaald aantal calorieën hebt om mee te werken. Dus ben je aan het afvallen, wil je vet verliezen en je hebt bijvoorbeeld maar 2000 calorieën om mee te werken. Misschien zelfs iets minder, misschien iets meer. Dan zou ik aanraden om intermittent fasting te doen. En waarom? Om de hele simpele reden, als jij nog niet hebt gegeten, krijg je minder snel trek. Dus zorg tijdens je vast dat je gewoon genoeg water en dan thee of koffie drinkt. En op het moment dat je hebt gegeten, dan ga je weer sneller trek ervaren. Dus wacht gewoon zo lang mogelijk met het eten van je eerste maaltijd. En je hoeft dus echt niet pas om 2 uur, 3 uur 's middags te beginnen met eten. Maar als jij bijvoorbeeld normaal gesproken om 8 uur 's ochtends al je eerste maaltijd hebt, dan om 11 uur de snack en dan om 12:30 je lunch. Ja, zorg er dan voor dat die lunch om 12:30, dat gewoon je eerste maaltijd is. En dan zal je merken dat je door de dag heen gewoon voor je gevoel echt veel kan eten om aan dat aantal calorieën te komen. En wanneer zou je intermittent fasting nou niet moeten doen? Kijk, laat me vooropstellen, je kan dat altijd doen. Alleen wanneer ik het persoonlijk niet zou aanraden om te doen, is als je bijvoorbeeld aan het bulken bent. Dus je bent meer aan het eten om spiermassa aan te maken. En jij weet van jezelf dat je al dat eten best wel moeilijk wegkrijgt. En dat je zoiets hebt van, oké, ja, ik moet 3000 calorieën eten, want ik ben aan het bulken. Maar het is best wel proppen. Ja, dan zou ik juist niet beginnen met intermittent fasting. En dan zou ik zeggen, als jij moeite hebt om al die calorieën binnen te krijgen, begin juist wat eerder met eten. Want anders wordt het wel echt heel erg geprop. En wat ik als laatste nog over kwijt wil, is het is echt gewenning. Ik coach persoonlijk iemand die deed eigenlijk nooit intermittent fasting. En ze zei toen bij het intakegesprek van, joh, wat zou je een beetje aanraden om te doen? Want ze wilde wat afvallen, ze zat lager in de calorieën. Toen had ik verteld dat ik intermittent fasting deed, hoe ik dat deed. Dat je gewoon veel water moet drinken. Nou ja, zij drinkt dan ook geen koffie, dus veel thee. Toen zei ze al van, oké, ik heb nog niet heel veel ervaring met intermittent fasting, maar ik ga het wel proberen. Nu had ik een paar dagen geleden dus een check-in call met haar en vroeg van, joh, hoe ging het met intermittent fasting? En toen zei ze ook van, joh, het is echt een uitvinding. De eerste paar dagen zijn echt gewenning. En nu gaat het echt fucking makkelijk. En voor mijn gevoel moet ik juist alleen maar een beetje proppen. En heb ik dus het gevoel dat ik heel veel moet eten. Maar tegelijkertijd val ik gewoon af. Dus weet je, dat is wat intermittent fasting gewoon kan doen. Het is gewoon een hele makkelijke tool om ervoor te zorgen dat je gewoon binnen je caloriebehoefte blijft. Ook nog een ander voorbeeld, mijn moeder. Mam, ik weet dat je zit te kijken. Maar ik heb zo vaak gezegd, want ze probeert dan ook steeds af te vallen. En dan zei ik van, joh, doe nou intermittent fasting. En ze heeft zo vaak gezegd van, joh, ik heb mijn ontbijt nodig en ik moet eten, anders functioneer ik niet. Na 3 dagen intermittent fasting belde ze me op. Ze zei, ja, het gaat eigenlijk best wel makkelijk. En het werkt veel goed. Ik kan door de dag heen gewoon heel veel eten. Ik val nog steeds af. Zeg ook voor, joh, ik heb het ook gezegd. De eerste paar dagen is een beetje wennen. Maar je zult merken, als je gewoon genoeg drinkt 's ochtends, ga je helemaal niet zo heel veel trek krijgen. Zoals ik aan het begin ook al zei, het is misschien hooguit de eerste paar dagen, omdat je dan denkt van, oké, mijn lichaam heeft eten nodig. Maar drink dan gewoon en dan zul je merken dat je ook geen trek meer krijgt. Nou, dit was de video voor vandaag. Ik hoop dat je weer wat wijzer bent geworden over intermittent fasting. Heb je hier nou nog een specifieke vraag over? Laat beneden even een reactie achter. Verder, ik hoop dat je dit een leuke en waardevolle video vond. Als dat zo was, doe even een duimpje omhoog. Ben je verder nieuw op dit kanaal? Vergeet dan ook niet even te abonneren. Elke woensdag en zondag komt er gewoon om 4 uur weer een nieuwe video online. Dus abonneer als je dat niet wil missen. Like als je het een leuke video vond. En succes met intermittent fasting. En dan zou ik zeggen, tot de volgende!